Ik heb hier een heel leuk boekje. Geschreven door een kapper. En dat boekje heet ook Bij de Kapper. En toen ik dat kreeg, dacht ik, ja, dat is een leuk kerstcadeau eigenlijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de medewerkers. Dus ja, je bent altijd op zoek naar een leuk boekje. Ik dacht dat dat iets van €11,50 kostte. Maar ik weet het even niet zeker. Maar de prijs zie je straks in die tekst die daarbij is. Nou, Bij de Kapper, dat zijn de 30 leukste... Dat zijn de leukste verhalen van 30 jaar knippen. En dat heeft geschreven Dirk Jan Aldewereld. En ik lees even wat op de achterkant staat. 20 jaar geleden opende Dirk Jan Aldewereld op het KNSM-eiland in Amsterdam zijn herenkapsalon Gentleman. Maar hij heeft meer te vieren. Hij is 30 jaar kapper en hij is 50 geworden. Gedurende zijn carrière als kapper heeft hij altijd notities bijgehouden van de vreemde voorvallen die hij meemaakte. Speciaal voor dit feestelijke jubileum heeft hij de leukste verhalen bijeengebracht in deze bundel. Leuk boekje, leuk kerstcadeau. En nou, ik sla het boek open en ik zie meteen een verhaaltje. En ja, ik wil het even voorlezen. Een van de verhaaltjes heet Wedstrijdmodel. En Jan Dirk Aldewereld schrijft hier: voor de wedstrijden waar ik eind jaren 80 aan meedeed, moest ik net als een sporter na werktijd heel veel trainen. Trainen en nog eens trainen. Op een dag had ik afgesproken om samen met een collega in zijn kapsalon in Hilversum te gaan trainen. Ik ging eerst mijn model ophalen, een jongen die bij zijn vader in de slagerij werkte en regelmatig hielp bij het slachten. Ik belde aan. Zijn moeder deed open. Is Willem thuis? Ja, maar hij is nog aan het werk. Hebben jullie afgesproken? Ja, wij zouden vanavond naar een collega gaan om daar te trainen. Loop maar door, hij zachte. En daar trof ik Willem aan, in zijn witte overal, volop aan het werk in de slagerij. Hij gaf me een hand en zei, gezellig dat je er bent. Hoe is het? Willem, we moeten weg, anders zijn we te laat. Vergeten? Oh shit, vergeten. En ik moet nog even eten. Kort daarna reden we naar Hilversum. Zijn haar hoefde hij niet te wassen, want dat zou de hele avond doorgewassen worden. We kwamen aan bij mijn collega en we liepen met mijn trainingsspullen de kapsalon binnen. Eerst kopje koffie, thee en kennis maken en dan snel aan de slag. Wij beginnen de training altijd met het haar te wassen. Ik gebruikte de shampoo van collega Pieter. Een shampoo die ik niet kende, maar wel een lekkere shampoo. Maar met het haar van Willem gebeurde niks. Geen schuim. Geen reden voor paniek. Als iemand heel veel styling heeft gebruikt, dan moet je het haar ook een tweede keer wassen. Maar de tweede keer gebeurde er ook niks. Geen schuim te bespeuren. Het haar bleef stevig en dik, stroefachtig. Pieter, heb je een andere shampoo voor me? Eentje die wat meer ontvet? Neem deze. Weer niks. Afwasmiddel. Anti-roos shampoo. Niks hulp. Willem, wat heb je met je haar gedaan? Wat zit er in je haar? Willem bleef het antwoord schuldig. Op een bepaald moment besloten we in een verfbakje een mengsel te maken van de sterkste shampoo die geconcentreerd afwasmiddel. Goed op het haar te zetten en laten inwerken. Voorzichtig begon het mengsel een beetje te schuimen, maar niet genoeg. Willem, we hebben echt alles geprobeerd. Ik krijg je haar echt niet schoon. Er zit een soort vet erin, dat ik niet uitkrijg. Wat heb je ermee gedaan? Oh, je bedoelt het vet. Zijn jullie bezig mijn haar vetvrij te maken? In mijn haar zit niervet. Niervet? Ja, toen jij me kwam ophalen, was ik nog bezig met een schaap. Ik had een nier in mijn handen toen ik jou zag binnenlopen. Toen heb ik zo snel mogelijk mijn handen afgeveegd en het laatste beetje heb ik in mijn haar geveegd om jou een hand te kunnen geven.
zijn de verhalen die hierin staan. Ik wens je veel leesplezier en misschien heb je een leuk kerstcadeautje voor jezelf en je medewerkers. Oké, dag!